zogenaamd geholpen. Via Louie. Ik weet niet of je daar nog nieuws over hebt. Ja, we kunnen even kijken wanneer wij hem gaan pakken. Jullie moeten hem ook hebben om Louie gewoon echt te pakken. Gewoon. We de kogel door zijn kop en jagen. Oké jongens, we hebben de locatie. Ik heb hem in de navigatie gezet. En het is zover. Goedenavond. Ga maar naar het kamertje daar bij de office. Oké. Louie. Die gaat van de wereldkaart. Oh, daar is hij. Daar heb je hem op zijn motor. Typisch. Goedenavond, middag bedoel ik, Louie. Hoe is het? Oh, ken ik jou? Ja, zeker ken je mij. Doei. Ga je gang. Let's go, let's go! Niks van vertellen, hè? Nee, ik ga je zeker niks van vertellen. Dat komt helemaal goed. Ja, dan vind ik het ook wel mooi geweest. Hey, was succesvol dit, jongens, toch? Hey, leuk dat je er weer bent. We zijn vandaag iets nieuws aan het doen. Het is namelijk Roerveen. Hebben we nog nooit eerder gedaan. Ik dacht, weet je, hey, dat is iets voor mij. Roerveen, ik ga het proberen. Nee, ik sta hier op de hoek van, weet ik van wat. Hé, er is er iemand. Hallo? Hallo, wil jij mij een lift geven alsjeblieft? Hoe heet jij dan? Mees. Oh, jij bent Mees! Ja. Heb ik jou niet een keer neergeslagen met een hamer? Gaan we het niet over hebben. Nee, maar jij was ook bij de moord op... Jij hebt je vingerkettingje gemaakt van Louie. Heb je hem nog? Ja, natuurlijk. Ik heb hem, wat is het, 5, 6 vingers gezet? 5, 6 vingers van hem, jezus. Dat wordt ook niet helemaal goed. Hey, is de rest er ook van de gang? Of? 3 mensen. We gaan zo nog iemand... waarschijnlijk, ja, we gaan zo nog iemand pakken. Oh, mag ik mee? Hey, mag ik meedoen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, zeker. Hey, top, want dit is Piet, toch? Of Rick? Piet, ja, dacht ik al, top, Piet. Voorstellen. Ja. Jij bent? Ik ben er ook bij. Ik ben Rens. Jij bent Rens. Zo, wat gebeurt er met het weer? Alles begint even te gloeien bij mij. Maar ik mag mee. Top, dan moet ik eigenlijk wel een helmpje op of iets voor mijn bakkers doen, zeker. Oké, waar moet ik heen komen? Wie gaan jullie pakken? We gaan de... Een Mootje, zo. Mootje van de ANWB? Ja, die zat bij de ANWB dan. Oh, hoezo gaan jullie hem pakken? Was toch jullie Mattie en zo? Alles behalve dat, denk ik. Oh, oké. Maar goed, leuk dat jullie allemaal zijn. Het was een beetje in één keer een heel raar begin. We zijn dus nu bij Mees ingestapt, die dus een ketting van vingers heeft van Louie inmiddels. Louie is natuurlijk dood, dat hebben jullie allemaal gezien. Maar nu gaat ze Mootje pakken. En Mootje, die ken ik niet. Maar we gaan hem wel pakken en ik mag mee en ik ga hem gewoon leuk meedoen. Ik ga hem misschien ook gewoon in zijn nek steken of zo, weet ik veel wat. Ik mag meedoen. Weet je wat dus het probleem is? Hij wil niet instappen. Hij wil niet instappen? Kan je hem niet gewoon pakken bij Blokkenpark? Dus gewoon echt ontvoeren. Te risky. Ja, oké. Hij is niet meegekomen. Hij is niet meegekomen. Ik heb wel zijn auto. Dus ik denk dat het best is als we nu gewoon zijn auto aan Gorten rijden en dan naar de ANWB gaan en met hem dat oplossen. En dan moet hij wel met net zijn auto naar de ANWB natuurlijk als je hem kapot rijdt. Ja, en dan rijdt hij gewoon en dan pakken we gewoon door ergens mee naartoe. Dus het plan is nu dat we naar de ANWB gaan. Althans nee, hij moet zijn auto naar de ANWB brengen. En dan gaan wij ook naar de ANWB. Maar ja, we gaan dus nu inderdaad Mootje pakken. Dus doen we even een duimpje omhoog. We gaan voor 2000 likes deze video. We gaan wel naar de ANWB nu. Ja. Is hij onderweg? Erheen? Ja, hij is er bijna. Oeh. We gewoon in de ANWB pakken. Top, dan pakken we hem inderdaad gewoon in de ANWB. Moeten wel oppassen voor de politie. Want er zijn wel echt volgens mij veel in dienst vandaag. Laat maar even staan blijven. Oké, rustig. GTR, geen M4. Zo'n pistool met of zo. Oké, jongens, de ontvoering is begonnen. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat lopen. Het is heel snel, heel gek begin van de video. Maar ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal prima. De kofferbak gaat open. 1, 2, 3. Daar komt hij. Pak koms af, top. In de kofferbak, daar gaat hij. Hij ligt erin. Zo, top. Let's go, let's go. Oké, weten we al waar we hem heen gaan brengen? Oké, waar gaan we heen? Ik heb geen idee, we moeten gewoon hun volgen. We gaan hun volgen, oké, prima, dan ben ik benieuwd waar we heen gaan. Oké, jongens, we zijn onderweg. We hebben Mootje ontvoerd, geen idee Mootje waar hij van is. Wat hij misdaan heeft, waar hij allemaal, ja, ik heb geen idee wie het is, maar we gaan hem gewoon vermoorden. Ik vind het wel leuk. Ik vind het helemaal leuk. We zijn lekker onderweg samen met Mees in de auto. Mees die heeft natuurlijk, die was ook bij de moord op Louie. Had ik net eigenlijk al verteld met de ketting van vingertjes en zo. Dus die gaan we gewoon naar dezelfde plek. Gaan we gewoon weer naar de pier. Dat zou wat zijn. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze dezelfde plek nog een keer kiezen, want dat zou een beetje obvious zijn. En misschien omdat die plek al in de gaten wordt gehouden, weet je. Ik zei net 2000 likes. Abonneer ook allemaal eventjes. En zeg lekker in de comments beneden. Ik ben geabonneerd, ik krijg een hartje van me. Dat doe ik altijd, de laatste tijd vind ik wel leuk. En we hebben bijna 87.000 abonnees, het is bijna zover. Oh, enig idee waar we heen gaan? Ja, we weten het wel. Ja? Het is een lastige plek om uit te leggen, je ziet het zo. Het is niet waar we Louie hebben vermoord, toch? Of wel, het is niet waar we Louie hebben vermoord, toch? Nee. Oké, top. Ik kan het zeggen, je moet nooit twee keer dezelfde plek nemen. Volgens mij is het de eerste locatie waar we eigenlijk logisch hoog pakken, maar toen de politie dichtbij was. Oh, dus jullie hebben sowieso een locatietje waar... Oké, top, prima. Ik ben benieuwd. Oké, jongens, er waren wat probleempjes. Dus we zijn heel even van auto gewisseld. Dat waren gewoon 5M probleempjes. Maar hij zit in ieder geval nu in deze achterbak. En we zijn nog steeds onderweg naar de locatie. Dit is origineel de locatie, hoorde ik net, waar we Louie zouden gaan vermoorden. Maar toen waren daar politieagenten en weet ik veel wat, er reden van alles langs. Dus we zijn verplaatst naar de pier, waar we uiteindelijk Louie hebben vermoord. Dus nu gaan we hierheen en er wordt toch iemand vermoord dan. Zo, wat een zieke wolken hier, wat een weer, hé. Hey, zit je comfortabel erachter? Heel erg. Heel erg? Wil je nog een kussentje? Wil je nog iets eten, drinken? Graag wat te drinken. Goed. Ja, dat krijg je niet. Dat heb je pech. Onze vriend Mootje, we zijn er. Zo, hij wordt echt de pistolen op hem gehouden en shit. Het is wel spannend dit. Het is wel spannend dit. Moet je nog vingers hebben, jongen? Of... Oké, jongens, hij is op de locatie. We zijn er. Hij mag daar lekker zitten. Zo, hij zit op zijn stoeltje. Mees wil een nieuwe vingerketting, dus... Oké, hij krijgt een nieuwe vingerketting. Hij heeft natuurlijk die van Louie, maar nu krijgt hij ook die van Mootje. Mootje is de volgende op de lijst, jongens. Snijd me nog vinger eraf. Heb je een idee waarom je hier bent? Nee. Oké. Even... Kijk die R1 die daar stond. Wat zei je? Kijk die R1 die daar stond. Want die heb je helemaal de prang in gereden. No. Ik moet ook nog zelf nog puzzelen waar dit vandaan komt. Oké, je had een I8. Daar komt hij. Hij had een I8. Die heb je ook verkocht, hè? Die heeft hij verkocht. Ja. Oké. Hey, wanneer was het? Wanneer had hij mij aangereden? Hij heeft Piet aangereden. Dat is het, jongens. En daarom moet Mootje dood door een aanrijding. Kijk, dat is hoe volwassenen het oplossen, jongens. De jacht stonden bij. Maar dat ging heel per ongeluk, want ik heb best wel last van mijn vliesproblemen. Ja. En toen kwam een maat van mij naar jou toe. Of een maat, ik kende hem niet. Iemand was bij GTP. En die komt naar jou en die zegt, hey joh, je rijdt weg. Want je was aan het wegrijden, dat heb ik mee. Oké, daar gaat het dus om, jongens. Het gaat om dat hij hem aangereden heeft. Dus ik kom hier om mijn geld te eisen eigenlijk. En hoeveel zou dat zijn? Zijn geld eisen? €75.000 motor in de prak geven. 70.000. Oh. En ik denk dat als hij het niet gaat doen, dat hij doodgaat. Als hij het niet gaat betalen. No way. Heb je dat bij je, Mootje? Dat zou mij verbazen als je zoveel bij zich geeft. Nee, ik heb... De man heeft gisteren GTR van mij gekocht, dus ik denk dat hij nu wel arm is. Ik heb alleen €200 bij me. Ja, die mag je ook wel geven aan mee. Aan weet ik wel wie hier iemand. Kies zelf maar. Nou ja, nu gaat het niet meer om geld. Nou, ik wil die €200 hebben op zich. Ik vind het, ja, geef maar aan mij hoor, die €200. Ja, dankjewel, Moos. Ik zie dat onze goede vriend met het hoedje hier te veel heeft gezegd over zichzelf. Gaat hij sowieso... Toch €200. Oké, nou jongens. Dus het gaat denk ik... Ze willen het geld, maar dat gaan ze niet krijgen. Dus hij moet dood. Oké, dan mag je hier zo gaan staan. Hier zo. Mooie handjes omhoog. Arme Mootje, hij heeft volgens mij niet zo heel veel verkeerd gedaan. Hij heeft per ongeluk Piet aangereden, maar Piet is gewoon, die wil hem dan gelijk dood. Omdat hij het geld niet kan geven. En die heeft hem al met de stropdas te veel gezegd. Nou, daar gaan ze, jongens. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Elk moment! Dag Mootje. Dag Mootje, ja. Dag Mootje. Doei! Zo. Nou Mootje. Fijne rust. Oeh, rennen, rennen. Nu gaan we rennen. Nu gaan we rennen. Oh, ik heb mijn handen nog over elkaar. Nu moeten we rennen. Nou, let's go. Pleiten. Zo, gek. Jij hebt sliptraining gedaan, zeker, hè? Ja, ik kan dat, ja. Ik kan het zeggen, jij hebt sliptraining gedaan. Maar wat was de reden nou exact? Had hij Piet aangereden of zo? En hij wilde... Hij had Piets motor gesloopt. Hij had Piets motor gesloopt. Ja, oké, maar hij moest daardoor dood, blijkbaar. Yep. Dus nu is het einde van Mootje. Hij heeft een keer bij een... ik dacht dat jullie al vrienden met hem waren, want ik was met Jerry en zo was ik aan het racen toen de tijd op, bij de haven. En toen heeft hij onze auto gefixt. Ja, toen had ik jou aan... Nee, toen had Jerry jou aangereden. Dat was zo leuk. Wacht, ik laat het wel even jullie zien. Toen had Jordi, Jerry, die had Mees aangereden. Dat was echt veel te leuk. Goeie, dat doet hij niet. Ik doe het dan ook veel te leuk. Oh, nee! Mees! Mees! Nee! Mees! Ik zag hem vliegen! Kijk maar hoe het eruit ziet! Heel mijn auto zit komen, alsof er een olifant op is gevallen. Hoe sta jij nog? Hoe sta jij nog? Oké, we gaan even kleding switchen, dat we niet eenmaal gespot worden door de politie. Want we hebben nu die kenmerken aan van die kleding natuurlijk. Dus ik ga even mijn andere jackie aandoen. Dat is die ik ook altijd als Louie's moord. Mijn vuilniszakjas noem ik het. Zo jongens, we gaan even, dus net als zei de kleding switchen. Jongens, we zijn nu bij de winkel samen met Rens. Rens was het toch, hè? Zo. Oké, ik ben in ieder geval van outfits geswitcht. En we gaan even een nabespreking doen. We gaan even met elkaar een kopje thee drinken en praten over de moord op Mootje. Vind ik ook wel leuk. Oh! Wow, what the fuck? Wow! Oh mijn god, ik ben echt een idioot. Oh, echt een sukkel. Oh god, ik rijd hem ook gewoon kapot. Hij is ook gewoon een stuk. Hij is ook gewoon... Ik rijd gewoon de auto kapot. Oh, ik ben echt een idioot. Ik ben echt een grote idioot. Oh mijn god, word ik ook nog aangereden. Het lekker jongens vandaag. Het gaat lekker. Ik heb mijn auto helemaal aan gort gereden. Gewoon één dikke paal waar ik tegenaan ben gebeamd. Oh, we hebben er al één. De helemaal vakantiewagen. Rijden. Dat ging net wel goed. Nou, er was niks gebeurd met mijn auto, toch? Oh. Jij doet het ook al. Jij denkt, je wil ook al tegen de boom aanrijden. We reden ook gewoon in mijn snelle auto. En dan gebeurt dit nu. Rijden weer zo'n helemaal vakantiewagen. Vreselijk dit, hè? Nou, gelukkig nu gaan we snel. Gelukkig gaan we... Het zou wat zijn als we maar met 100 over de weg konden of zo, weet je? Ja, we gaan ook 100. Ja, dat bedoel ik. Nee, we gaan gewoon gekke 120. Kijk maar jongens, we gaan heel snel. Oeh, dat ging bijna fout. Hé, dit is dezelfde locatie als eerst. Yes. Hé, wie is erbij gekomen? Is dat... Rick. Dat is Rick. Ja, Rick ken ik nog. Goeiedag. Goedemiddag, Rick. Gaan we naar binnen? Yes. Zo, we hebben dus gewoon weer iemand ontvoerd en vermoord. Ja, het was niet echt voor Piet. Piet wilde zeg maar geld van hem krijgen, omdat die vergoeding, weet je. Ja. Maar toen had Rens dat zeg maar per ongeluk verlinkt, blijkbaar dus wie we waren. En toen moest hij dood. Oh. Dus het was soort van succesvol. Hij is dood, maar... Het was niet helemaal de bedoeling, volgens mij. Nee, het enige probleem was dat Rens gewoon begon over zijn auto. En dat had hij niet moeten doen, want anders had hij kunnen lopen. Ja, oké. Dus ja, maar... Ik had ook doorgekregen van de andere medegroep dat die sowieso al achter Mootje aan zaten. Ja, oké. Ja, hij was sowieso een target op jullie lijst. Sowieso dood, dus... Of ik het nu deed of die andere persoon. Ja, oké, prima. Hebben jullie verder nog iemand op jullie hitlijst staan? Nu echt niemand meer. Nu echt niemand? Want jullie, ik hoorde dat jullie nadat we Louie te pakken hebben genomen, dat jullie nog meer achterna gingen zitten. We hebben er oprecht na Louie nog 3 gepakt of zo, toch? Na Louie nog 3, jezus. Na Louie hebben we dinges gepakt. Dat is vooral heb ik naar doorgestuurd. Dan hebben we Barry Beugel gepakt. Oké. Barry Beugel hebben we nog gepakt. Dan hebben we Kees. Kees hebben we gisteren gepakt. Oké. De boer. En we hebben nadat we Barry hebben gepakt, de dag daarna hebben we Mark doodgemaakt. Mark, ja, die ken ik niet. Want die ken ik allemaal niet. Die wou Appie doodmaken. Oh, die wou Appie doodmaken? Ja, Appie zal jullie... Oh, die wou jou doodmaken. Maar Appie is jullie vriend, toch wel? Gewoon. Ja, Appie is gewoon een goede maat. Ja, Appie is een goede. Problemen mee. Jordi heeft er inmiddels problemen mee. Ja. Echt? Oh, jemig. Die bij ons het oortje. Jordi zegt, ja, hij moet weg, Maar ja, dat zijn dingen, die moeten wij gewoon oplossen. Ja, oké. Nee, ik zou wel kut vinden als Appie weggaat, hoor. Als Appie doodgaat. Dat zou ik oprecht kut vinden. Appie heeft mij wel een keer geprobeerd te pakken. Maar dat kan ik ook tegen jullie zeggen, dat jullie mij een keer gepakt hebben, dus. Ja, wij hadden het wel goed gedaan. Ja, jullie hadden het wel goed gedaan, maar... verder hebben jullie niks op de planning staan nu. Ja, we zijn bezig met iets, dat weet je zelf. Ja, oké, maar daar heb ik nog niet zoveel van gehoord. Ik, nee, niet... Ja, ik heb nu een teaser gemaakt. Ja, oké. Waar dat we eigenlijk een moneytruck pikken. De bank ingaan. De bank ingaan? Met een box naar binnen gaan. Ja. En met een suitcase naar buiten gaan. Oké, sick. Als zeg maar een bank scouten, laat maar zeggen. Ja, oké. En dan hoeveel krijg je van de bank? Als je daar gewoon opvalletje doet. Dat weten we niet. Het hele doel is... er ligt 1 voorwerp in de bank. Dat voorwerp moeten wij veilig stellen, echt veilig, dat niemand meer achter ons aan zit of zo. Ja. En dan kunnen wij geld krijgen, dan kunnen wij inruilen voor geld. Oké, dat lijkt me echt belachelijk veel geld. Heel de bende. Ja, oké, prima. Dat moet wel echt heel veel geld zijn, lijkt mijn bank. Als het is zoals de vorige bankovervallen, ik heb er nu denk ik 3 gedaan in totaal. Ja? Als je met de vorige bank overvallen, dan kreeg je 7 of 8 ton of zo. Zo, morgen. Ik denk dat het ook moeilijker is gemaakt inmiddels. Ja, maar wij kiezen een andere bank. Dus ik weet niet, ja, in het noorden gaan jullie bank overvallen. Die bij Polito bij hebben. Ja, oké. We gaan in het noorden bank overvallen. Dat is een groot plan nu, jongens. Nee, voor de rest een bank overvallen. Ik bedoel, we kunnen wel even gaan kijken terug bij de bank. Kunnen we iets gaan scouten? Ik weet niet, moeten we daar nog iets doen? Oeh, dat vind ik wel goed. We kunnen die route een keer doornemen met hem. Ja, ik wil die route wel even doornemen. Vind ik wel goed. Dat is goed. Ja, dan gaan we daar nu naartoe. Ik heb een motor, dus dan neem ik jou gewoon achterop mee. Is goed, prima. Heel de tijden zijn uitgeteld. Ik zal je ook even heel het plan uitleggen als we toch bezig zijn. Als we onderweg zijn, kan je van alles alles uitleggen. Doe maar. Nou, ben jij nou benieuwd naar de volgende video? Want dit is helaas het einde van deze video. Abonneer dan zeker eventjes. De volgende video gaan we kijken hoe de bankoverval gaat verlopen. Vooral de routes. Het plan wordt aan me uitgelegd. En dat gaat binnenkort allemaal plaatsvinden. Het wordt een hele zieke bankoverval. Dus abonneer zeker eventjes. En sorry helaas, maar het wordt vervolgd. Doei!